Sorry, bro. I thought you are with us. I don't give a fuck about your story. What? Delft is hier. Time to fool, boys. En mijn meisje is raar aan het doen vandaag. Weet je wat het grote verschil is? Deze guys die hebben een serieus team en lopen met gewoon dikke pakjes. Wij zijn allemaal noobs. Wie noem je noob, man? Hij zegt wie noem je noob. Besef hoe snel ik Time to fool, boys heb gefixt. Kolen soldaten. Hoor je die muziek niet, Rico? Oh. Chubbo, je moet mij nog in de suite. Wee-oh! 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 Moeten we daarheen? Ik weet niet, man. We lopen allemaal die kant op. Oh nee, dat zijn die anderen. Van de pomp en zo. Hé, maar hoor die tune ook. Hoor die tune. Waar hoor ik die tune? Bro, volgens mij heb je gewoon Spotify nog openstaan, bro. Nee, nee, ik hoor die auto. Dikke waggies. Oh ja, ik hoor dat ook. Ik hoor Snoop Dogg. Ja, hè? Ja. Ik zweer het, ik hoor Ik ben aan het zoeken waar het geluid vandaan komt. Bro, ik kan jou niet eens meer vinden, bro. Ik weet niet eens waar je bent. Mensen pakken al waggies en zo. Hé, hey, zet even die waggie terug, gozer. Ze kunnen die niet eens rijden, bro. Zet even terug, neef. Ik zweer het, ik hoor die tune. Ik word helemaal ziek als ik dat hoor. Kijk hoe je ook loopt. Ga eens normaal lopen zonder te rennen. Dan heb je ook meteen die loopstijl. Yo, Narek, can we drive the cars? Yo, moderator, vat om. Ik heb een auto. Ik heb een auto. Rico, stap je bij mij in of pak je eigen? Rico? Ja. Je hebt eigen auto? No, man, ik zit naast je, bro. Hebben we wapens gekregen? No, man. Waar is Narek dan? Waar is die moderator? Die was net achter je, bro. Hoor je, hoe chaotisch dit. Moet die moderator spreken? Hij hoort ons toch eerst even allemaal wapens te geven. Hij zegt, we moeten de president killen. Maar hoe gaan we die president killen? Ga naar achter, ga naar achter. Yo, Narek, are you there, bro? Waar? Nee, ik vraag het gewoon. Misschien is hij bro, mensen gaan echt wegrijden en zo, hè. Kijk, maar... die eerste gaat en dan gaat iedereen. Ja, maar Narek is al weg, bro. Misschien is het nu de bedoeling dat wij hem gaan zoeken of zo. Ja, maar bro, wacht, ik ga een report maken. Die rijdt niks. Ja, ik ga een report maken. Ik bericht hem op Discord. Oké, hij zegt, wacht even. Boys, even wachten hier. We moeten hier gewoon wachten. Die man komt terug. Hij is de andere kant ook aan het helpen. Red Bull's humor ligt in Somalië. Ja, ik weet, man. We hebben hem al naar... We hebben hem al naar ziekenhuis gebracht daarvoor, man. Afdeling nummer 7, humor. Daar kunnen ze gewoon mop in je keel gooien. Ik doe zo een beetje jumpen met die auto, man. Zo van, je gaat al sneller. Je springt alleen in de lucht, bro. No, bro. Het is gewoon flex, toch? We kunnen hem beter Red Nerd noemen. Red Nerd. Holle, jij zegt op stream jumpen van een beetje. Ik zie iedereen jumpen ineens. Dat noemen ze influencer, bro. Snap je die Libby niet? Sorry, ik ben geen influencer. Alleen als jij dat zegt, doet iedereen dat. Nee, maar dat is niet wat ik zeg. Ik zeg, influencer betekent letterlijk mensen, zeg maar... Oh, laat het ook maar. Goed zo. Laat het. Maar ik heb een disease, je hebt a cold. Ik moet langs het ziekenhuis. Yeah, thanks. Give us God, man. Okay, stop. Look at me, gang. I'm gonna kick you from the server if you keep interrupting me. So, this is basically gonna be a war between gangs and the president. The president is gonna be with his security. He's gonna try to go to the airport so he can take the plane and fly out of the city. You have to block the airport, you know, don't let the president to go to the airplane. If the first person to kill the president, he gets like 100k. But we don't have a weapon. He's going to give, call him a beetje. So your goal is to kill the president, he's gonna be on the back of the car. I'm gonna help the president to get to the airplane, you have to stop us, okay? Alright. And when we are going to begin? Look, yo! Yo, 1000 kogels. Oh, yo. Die gaat zo zo dead. Hey! Bro, dit wordt lijpe shit, man. Hey, mensen, niet schieten dan. Yo, boys. Hey, yo. Hey, niet in-game praten meer vanaf nu, ja? Praat gewoon in Discord. Oké, is goed. Hey, dit is nog echt. Nog niet beginnen. We moeten nog niet wegrijden. Chapmo, rij jij vooraan? Bro, mij maakt niet uit, bro. We moeten gewoon luisteren. Hij wilde proberen weg te vliegen, maar die man zei... We moeten niet, zeg maar, met z'n allen bij vliegveld gaan wachten. Want dan wacht hij gewoon in de stad, snap je? We kunnen gewoon best splitsen zo meteen. Een paar gaan naar airport en een paar gaan naar... En als jullie hem zien, dan moeten jullie het gewoon zeggen. Je moet hem naar de airport drijven. Chapmo, blijf je in deze call? Want anders kunnen we jou niet spreken. Ja, ik blijf in de call. Tenzij jullie vervelend gaan doen. Ja, in deze call. Ik blijf in deze call. Oh, oké. Sorry. Rustig aan. Ik ga gewoon
Nee, is hey, boys, gaat ook op die snelweg dat je naar de airport gaat. Ja, mensen gaan naar regionen die helemaal niet zijn geïnviteerd. Dat weet ik nu al. Volgens mij zitten we ook in een hele andere server, hè, Red? Kijk, zie je dat? Ja, jullie zitten in een andere server. Zie je dat? We zijn geteleporteerd naar een, zeg maar, een lege server. Ik vond het al raar. Stel je voor, we zouden gewoon in de algemene server spelen. Dan hadden we gewoon een wapen met 1000 kogels gekregen. En dan zouden we ook gewoon... Oh, yo. Nou ja, heb je een OH, 1000 kogels. 9000 van 9. Pakka. Even rustig, man. Kan ik deze man doodmaken? Nee, niet doen. Jawel, hij moet zich gedragen, bro. Even serieus. No shoot. Als iedereen aparte wakker heeft, hebben we meer kansen. Oh, dat is niet eens van iemand van ons. Een paar aantal wapens. Wio, ik hoor ineens zo'n goon zeggen, why are you shooting me? Sorry man. I thought you were a different person, you know? I thought you were... Doesn't even matter, we are all friends in here. Ik hoor ineens, why are you shooting me? Why did he shoot us? Sorry bro, I thought you are with us. I don't give a fuck about your story. What? Bro, kom een little bit. HC, hij doet echt HC. Hij is in één keer is hij boos. Dagu, do you know what a Dagu is? It's you. That is you, bro. Dagu. Hey, rij gewoon door, bro. Nee, bro. I don't give about your story. Shut up, man. Stop al rustig aan. Nee, bro. Adem in, adem uit. Vrouw is een kind van 10, zeg adem in. Wil iemand vliegen? Chapmok, therapie, man. 10-jarige. Fuck, hij zegt, I don't give a fuck about you, sorry. Hou je mond, man. Hij gaat maar rijden, hoelen. En dan moet je gewoon laten weten als je hem ziet. Hey, wacht. 1 minute. Hey, maar als je dit bent, kapot lijkt, man. Weet ik niet. Weet ik veel. We hebben een plan. We hebben geen plan, we splitsen gewoon op als we hem zien. Laat het weten, we komen meteen naar daar en dan gaan we met z'n allen doodschieten, die man. Misschien hij staat gewoon op Blokkenpark sigaretje te roken, dat kan ook, hè. Hij is sowieso verstopt ergens. Hij is verstopt, maar hij is ook duidelijk te zien. Het is een president die we moeten pakken en hij zit, zeg maar, met beveiliging om hem heen. Hij rijdt gewoon in een limousine. Eigenlijk, we moeten die driver pakken. De driver van de limousine. En daarna de... Ik heb gelijk. Mamo, je weet... Hey boys, ik ga jullie een tip vertellen. Als je je gun vast hebt, als je in je auto stapt, dan heb je hem ook vast als je hem uitstapt. Ja? Dus dan kun je instant shooten. Dat is gewoon een tip van shooter Rico, snap je? Boys, gewoon vliegvat, maar iedereen volgt zat, man. Maar niet iedereen volgt mij. Ik zie maar 2 man achter mij, bro. Wallah, niemand is vliegveld. Ja, maar niet iedereen hoeft nu naar het vliegveld. Op het vliegveld, hè? Niet? Je moet bij de snelheid daar staan. Kijk of ze daar langs komen. Gewoon niet op het vliegveld. Gewoon, ja, wat Rico zegt. Ja, daar sta ik. Hoe kan dat? Weet je de ingang bewaken? Achterkant, chat me. Maar die, ze hebben turrets. Hij heeft een limousine turret. Maar wat nou als wij die wakkie kunnen stelen, dat wij die turret hebben? Bro, limousine turret. Probeer die auto te stelen. Ja, bro, Mick verspurt. Probeer die auto te stelen. Tempo, ik heb geen driverlicense, man. Je moet proberen. Snel. Oh, bro. Doe yo. Ze zijn... Oh, wat hebben jullie gedaan? Ze zijn zo tutten. Ja. Hoe kom ik hier? Bro, kom ik ga niet staan, man. Waarom zijn bro, ik denk niet dat dit de bedoeling is, man. Nee, laat het. Gewoon nog een stap net, toch? Dit mag sowieso niet. Ik rijd rondjes om gemeentehuis totdat we weggaan, ja? Ja, moet Zij hier achter die palen. Maar... wie is nou allemaal bij vliegveld? Ik, man. Momo, laat me even binnenkijken. Laat me binnenkijken met hoeveel man ze zijn of zo, snap je? Nee, ja, toch? Man, gelijk zitten, hè. Ga maar gewoon naar binnen. Ja, ik zou niet doen, man. Ja, niet doen. Sta een beetje aan de zijkant, ja? Probeer ze zijn op vliegveld. Ze zitten op vliegveld. Oké, okay, maar... Oh, op vliegtuig. Ja, ja, achterin. Ze zijn er. Ze zijn nu bij... Ze zijn rondje draaien of zo, man. Gooi navigatie, Rico. We gaan hier niet. Ze zijn niet op airport zelf. Ze zijn naar boven, gaat. Waar is die bij jou, precies? Welke kant van vliegveld? Als je binnen gaat. Dan gewoon direct naar links. Ik ga langs echt. Ik ben echt te winnen. Yo! Zeg voor die blik. Hier, stop het. Ik moet schieten. Waar dan, Rico? Hier, overal. Hij zegt dat hij gewoon blijft wachten. Hier rechts. Hij rijdt hier de landingsbaan op. Waar? Links van je. Ja. Dit is hij, dit is die president. Ja, maar er zijn er meerdere. Pas op. Niet mee schieten, hè? Kijk uit. Boys, achter jullie. Ik ga erachteraan, ja? Ik laat jullie locatie weten waar die heen gaat. Iemand kaapt dat vliegtuig. Oh, dat is een tank. Die gewoon die vliegtuig kapen. Ja, daarom. Hallo. Kom op, auto. Hij wil beuken, lukt niet. Shut me. Ja, bro. De helft is hier. Fuck. Hey, zullen schieten? Hey! Mo. Is turret. Stap uit, Rico. Nee. Aanrijden. Salt boys, niet aanrijden. Hey. Je moet achter. Hey!
Shooten, hè? Je moet een koffer zoeken, je moet koffer zoeken, dan kunnen we schieten. Ga je achter het gebouw? Nee, niet shooten. Of hier, 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 stop. Ga je VDM of niet dan? Weet ik veel. Zie jij ze, ik zie ze niet. Eentje dood. Oh shit, team. Chatmo. Ja, bro. Er zijn wel zeker top veel man dood, man. Er zijn heel veel mensen van ons dood. Ja, man, ik zie het. Mo, stap erin die waggie. Hey, boys, schiet voor spursen, daar heb je een betere aim. Maar dan hebben we alles verpest, zeg maar, als we hem kapen. Ik heb iemand dead. Hey, ik kan ook deze... Mijn wapen is zomaar weg. Ze rijden daar, toch? Misschien... Wat heeft Tom daarmee te maken? Misschien kunnen wij die turret pakken. Deze. Boys, deze, ik heb iemand met turret erboven. Wij zijn nu achter. Stap uit! Geef weg. Hey, bro. Ga erin. Ze zijn daar. Jojo! Wacht hier. Daar pak ik achter die auto. Pak cover. Ik straf me dood, man. Oh, best die halve. Oh, yo, Mo. Je ziet daar 7, man. Weer in de normale wereld. Bro. Oh, bro, ze gaan op ons schieten. Pak die auto. Het was alles of niet, boys. Pak die auto. Nee, je ziet 7, man. En je wil met z'n tweeën. Bro, ze gaan ons komen halen. Het was alles of niet. Denk je echt dat we dat zouden winnen van hun? Dat was nice. Tuurlijk, makkelijk. Wat? Oh my god. Maar jij pakt geen koffer, niks, bro. Je zou dat winnen. In onder armor, bro. Ik wou zo graag rijden, bro. Ik zweer het. Laat jullie weten, man. Ciao. I get the calmest period, calling it ice period. I'm in the